Stefano, is het een belangrijke prijs? Ik denk het wel, daar doe je het voor, denk ik, als team. Ja, want wat is de kracht van dit team? Ja, dat we veel jonge spelers hebben. En ja, jongens die al in de jeugd eerder met elkaar hebben gespeeld. En ik denk dat het belangrijk is dat je dingen van elkaar accepteert. En uiteindelijk als team beter te worden. En wat is jouw grote doel nog nu? Hier. Om uiteindelijk vanuit Ajax naar een mooie club te gaan. Ja, hij zegt het heel eerlijk. Ik neem aan een club in het buitenland. Sorry, ja. Club in het buitenland. Ja. Ja. Natuurlijk is Ajax een mooie club, maar ja, natuurlijk heb je ook Barcelona. Ja, dat zijn natuurlijk voor iedere jongen dat we... Hé, kom op nou! Stefan, je hebt gelijk. En dan zeg jij Barcelona. Ja. En daaronder, het is of Ajax of Barcelona. Eén van de twee. Nou, jij speelt nog een tijdje bij Ajax. Of je naar een andere club of nee? Toch? Nee. Ik blijf nog wel een paar jaar bij Ajax. Ja. Ajax, Stefano. Er wordt wel gesproken in de kleedkamer van jongens, zullen we nou met z'n allen nog hier 2 jaar blijven, 3 jaar blijven? Ja, maar niet expliciet zo gezegd, maar ik denk dat we allemaal wel een beetje hetzelfde gevoel hebben. Oké. Okay. Maar als Stefano dan ook niet. Ja, Stefano man, dat staat morgen in alle kranten. Lastig.